Wel echt heel braaf deze. Dit is ook wel heel erg heerlijk hoor. Zo cute, zo cute, zo cute. Dit is toch geweldig. Slutty. Genieten, genieten. Wie is deze prinses? Hallo allemaal, leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video. Vandaag heb ik voor jullie weer iets heel erg leuks. Namelijk een Boohoo shoplog. En sommigen van jullie zullen al denken, huh, alweer? Ik weet het, het is volgens mij maar een maandje geleden dat ik de laatste Boohoo shoplog heb gedaan. Maar dit keer is het extra speciaal. Ik heb namelijk een hele bijzondere samenwerking met Boohoo. Dit is namelijk de mini edit. En dat houdt in dat ik op hun website sta met mijn favorieten van Boohoo. Dus eigenlijk ben ik een soort van style insider. En ik sta dus ook echt op de homepage waar ik heel erg trots op ben. Dus neem gerust een kijkje op de website van Boohoo. Natuurlijk zet ik alle linkjes ook naar mijn favorieten eventjes in de beschrijving. Dus check dat vooral eventjes. En ik heb ook weer een kortingscode voor jullie. Die kortingscode is Larissa. En daarmee krijg je 20% extra korting. Dus ook op sale items krijg je 20% extra korting. Volgens mij zijn er wel een aantal dingen uitgezonderd. Maar dan heb ik het bijvoorbeeld over de Jordan Woods collectie. Maar ja, check dat vooral eventjes zelf. In ieder geval hoop ik dat jullie zin hebben in deze video. Ik in ieder geval wel. Doe alvast je duimpje omhoog als je er zin in hebt. Vergeet niet om straks een leuke reactie achter te laten. En te abonneren als je dat nog niet had gedaan. Dan gaan we heel snel beginnen, want het is echt weer best wel veel. Ja, ik had weer heel veel favorieten. Oké, ik ga even beginnen met het allereerste item dat mij was opgevallen op de website. Dat is deze jumpsuit. De stof vind ik allereerst echt top. Het is namelijk een klein tikje glanzend. En daardoor ziet hij er echt super luxe uit. Maar de kleuren vind ik ook top. En hij heeft van die lange strepen waardoor hij nog langer gaat lijken. Aan de voorkant heeft hij dan zo'n knoopje. We moeten hier wel oppassen voor een underboob situation. En dan hebben we echt wel een heel leuk pakje hier hoor. Ik zou hier dan dus weer zo'n riem omheen doen. Zo'n goud riempie. Maar dat hoeft dus echt niet. Dit heeft eigenlijk niks nodig. Iedereen kan zo ook wel zien dat jij van je vakantie aan het genieten bent. Lekker genieten, genieten, genieten. Dan heb ik hier een heerlijk zomers rokje. Dat is deze. Ik vond echt dat ik meerdere lange midi rokjes moest hebben. En dit is dus een soort van high-low rokje. Voor iedereen die niet weet wat dat inhoudt. Dat betekent dat hij aan de voorkant hoger is dan aan de achterkant. Of andersom. Waterfall effect zou je het ook wel kunnen noemen. En deze moeten jullie echt gewoon even in beweging zien. Dus ik ga hem voor jullie aandoen. Jongens, ik vind deze rok geweldig. Geweldig. Kijk, hij heeft echt zo heel mooi dat zwierige effect, weet je wel. Dus als mensen jou zien aankomen, je komt eigenlijk nooit alleen. Er komt nog wat achter je aan. Oké, dat klinkt echt net alsof ik het over de placenta heb. Maar wat ik bedoel, is dat dit er nog zo lekker achteraan fladdert. Zo, sjoef, sjoef, sjoef. Het gaat om het idee. Nou, dan was dit weer zo'n item waarvan mijn adem gewoon letterlijk stokte. Nee, echt waar. Ik ben niet aan het overdrijven hier. Ik keek naar en deze beweging houdt in dat ik het echt direct in mijn mondje stopte, zeg maar. In mijn vorige Boohoo shoplog hebben jullie kunnen zien, nou, dat ik best wel een klein beetje geobsedeerd was door festival outfits. Ik heb, nou, ik heb misschien meer festival outfits dan, nee, niet overdrijven. Ik heb niet meer festival outfits dan bikinis. Whatever, we gaan geen wedstrijdje spelen. Ik heb gewoon echt vet veel festival outfits. En ik hou ervan, want ik durf op festivals niet zo vaak hetzelfde aan te trekken. Sterker nog, ik heb dat nog nooit gedaan. Dus ik moet elke keer weer met iets nieuws komen, heb ik het gevoel. Want ik hou er echt van om op festivals uit te pakken. Dus, oh mijn god, ik kwam dit lekkere ding tegen. En ik dacht bij mezelf, ja, gaat met me mee. Dit jurkje. Ik zei trouwens net, ik heb meer festival looks dan bikinis. Maar om heel eerlijk te zijn, lijkt dit wel gewoon een klein beetje op een bikini. Nee, jongens, dit is weer zo'n hele, hele sexy festival outfit. Ik had laatst ook zo'n soort van hele, hele sexy festival outfit aan, na een festival. En toen werd tegen mij gezegd, oh, wat tof wat je aan hebt. Ja, ik zou het zelf echt nooit durven hoor, maar ik ga nu eenmaal soms een tikje te ver. En dit is dan weer zoiets wat ik dan echt heel graag aandoe. Ja, als het 31 graden is, dan mag dit ook gewoon, hè. Slutty! Oké, eerlijk, dit is verre van ideaal. De reden daarvoor is dat het eigenlijk niet helemaal goed aansluit, vooral bij het borstgedeelte. Ze hebben hier dus een beugeltje in gemaakt, maar dat beugeltje zit eigenlijk gewoon overal op mijn borst, behalve daar waar het zou moeten zitten. Dat komt ook doordat je hem hier zelf vast moet knopen.
Nu zit het er eigenlijk een beetje los op en overheen als een soort van pads, maar dan wel met nog een beugel die gewoon daar aan het zweven is, alsof zwaartekracht niet bestaat. Oh, sorry guys, jullie hebben nu gewoon alles gezien bijna. Nou, schept een band, hè? Oh mijn god, ja, dit is ook zo'n topper. Dit is dus een diadeem. Oh, de tijd waarin ik voor het laatst een diadeem heb gedragen. Volgens mij was ik 6. Volgens mij was ik 6. En mijn moeder, mam, sorry, maar je deed het me echt te vaak aan eigenlijk. Echt, ik was dat meisje met het diadeem. Serieus, altijd. En dan had ik zeg maar nog een staartje daarachter of zo. Of mijn krullen kwamen dan daarachter. Nou, ik weet het niet in ieder geval. Het was best een prima periode. En ik denk dat we die periode gewoon nog eens even moeten throwbacken. Door deze op te doen. Dit is niet zomaar een diadeem. Nee, nee, nee. Deze kon mijn moeder echt niet vinden back in the days. Nee, sorry. Maar dit is echt zo'n diadeem à la 2019. En ik vind hem zo gruwelijk. Ik weet niet of het me staat, laten we heel eerlijk zijn. Dit is dan weer een beetje jammer, hè? Eigenlijk heb je hier dus een pony bij nodig of zo. Of van dat stijle, sluike haar waar dan nog van alles achter gebeurt. Zo. Misschien moet je het een beetje toperen of zo, weet ik veel. In ieder geval... Misschien moet het zo... Nee, we zijn gek aan het doen. Anyways, heerlijke diadeem. Misschien kan haar zo omhoog. Wie is deze prinses? Eerlijk, zo ben ik echt iemand uit... De romantiek. Kennen jullie die periode? Hebben jullie het al gehad bij geschiedenis? Ja? De romantiek. Chic. Oh, als ik terugkom in de tijd, zou ik deze diadeem mee willen nemen. Voor iedereen die denkt, maar wat heb je nou precies op je kop? Ja, het is dus een velvet zwarte diadeem met van die grote parels erop. Dan heb ik hier weer iets letterigs. Oké, ik moet niet zo doen. Ik ben verder echt helemaal niet sletterig. Maar ik hou wel echt iets te veel van doorschijnende topjes. En ik heb er weer zo eentje gevonden. Dit is een zwarte die ze trouwens ook in het wit hebben. En nou ja, daar doe je gewoon een leuk BH'tje onder. En dan kan je hem aan de voorkant zo vastknopen. En dan heb je nog een soort van pofmouwtje. Nou kan ik natuurlijk heel geheimzinnig dit topje aan gaan trekken waar jullie niet bij zijn. En dat de camera niet draait, maar... Jullie gaan me bijna sowieso zien, dus weet je. Dan kunnen we hem net zo goed samen even aantrekken. Dit is trouwens niet de beste BH om hierbij aan te trekken. Maar ik zit nog midden in mijn verhuizing en ik heb nog niet al mijn kleding paraat. Dus vandaar dat het heel even zo moet. Wel, ik moet zeggen, dit is ook wel heel erg heerlijk hoor. What the fuck? Oh mijn god. Kunnen we even een momentje nemen voor die schouders? Hele pofmateriaal, de power shoulders. Ik vind dit echt top. Wanneer mag ik dit nou aan van mezelf? Dat vind ik dan weer moeilijk, hè? Dan denk ik, ja, dit doe je sowieso niet aan op een date. Want echt, ik bedoel echt, hij ziet echt alles. Aan de andere kant doe je het wel gewoon weer aan naar een festival of naar een feestje. Zodat gewoon iedereen het kan zien. Maar goed, je wilt natuurlijk niemand de verkeerde indruk geven. Ik ga niet met je mee naar huis vanavond. Kijk, voor mij is dit fashion. Voor anderen is dit gewoon een doorzichtige top. Dit is de achterkant. Ja, het boeit je waarschijnlijk echt helemaal geen flikker. Maar ik wil gewoon nog heel even flaunten in deze top. Voorkant, ja. Zijkant. Wat jullie niet eens zo heel goed kunnen zien, maar wat ook wel vet is, is dat deze lusjes eigenlijk nog vrij lang zijn. En die hangen daar dan gewoon maar mooi te zijn. Onderdeel te zijn van al dit moois. Dan heb ik dit keer ook schoenen gehaald. Ik wilde namelijk één lookje helemaal eventjes afmaken, zodat ik hem ook kan fotograferen en op Instagram kan posten. Volg me op Instagram als je daar nog niet volgt. @larissabruin. En dan zal ik jullie daar verder inspireren. Maar op dit moment wil ik jullie dit toch even laten zien. Ik weet echt niet welk accent dat is. Soort van België, soort van Bravo. Amai. Nieuwe schoenen dus, ja. Ze zijn eigenlijk wel heel erg sexy, hè? Maar sexy op een hele goede manier. Als ik ze zo vasthoud, dan krijg ik ook gewoon echt meteen ideeën over een runaway bride. Wat ik wel grappig vind aan deze hakken, is dat ze eigenlijk een soort van teenslipper zijn. Zie je dat? Hier gaat je grote tenen, daar gaat de rest van je tenen. Vind ik eigenlijk wel geinig. En dit ga je dan natuurlijk helemaal zo omhoog binden. Ik moet zeggen, bij deze rok zijn ze ook nog vet leuk.
Want het is wel weer zo'n hakje dat wat moeilijker loopt. Dus Runaway Bride, ik kan het je niet aanraden. Dan in een compleet andere categorie heb ik ook een thuispak gehaald. Ik heb het jullie al eens eerder verteld. Ik begin eigenlijk steeds meer te voelen voor joggingbroeken en joggingpakken. Gewoon omdat ze stiekem best wel stijlvol kunnen zijn. Ik heb dus een heel pak gehaald. In een superleuke kleur, namelijk lila. En er zit ook zo'n tekstje op die dan constant herhaald wordt. Je kunt het ook wel een patroon noemen. Vorige keer kwam ik niet op het woord, ik zeg nu heel trots. Recurrent print. Like something that just like is instantly there and it keeps on going. Like it says women. And I don't know, oh, not women actually, but woman. Looks like a heartbeat, do you see what I mean? But ik weet niet waarom ik mezelf daar kwijtraakte. Dit is de broek en dit is dan de hoodie die daarbij hoort. Die hoodie is dan een beetje cropped. Ja, een sexy top. Niet zo'n oversized, ik ga even naar de winkel. Even snel even een Red Bulletje halen of zo, weet je. Even een pakje sigaretten halen. Nee, het is echt sexy. Ik vind dit leuk. Ja hoor, ik vind dit heel erg leuk. En ik altijd maar zo'n haat-liefde verhouding hebben met joggingpakken, terwijl ik ook gewoon volledig liefde ervoor kan voelen. Dat voel ik nu. Dat voel ik nu. Dat voel ik voor deze outfit. Ik vind het namelijk echt heel erg leuk. De broek zit ook gewoon heel erg lekker. En nou, niemand hoeft dit natuurlijk te weten, maar ik heb hier dus geen BH onder aan en dat zit ook heel lekker. Er zitten geen zakken in. Dat mis ik dan wel een klein beetje. Ik bedoel, ik moet toch mijn afstandsbediening af en toe ergens kwijt. Grapje, maar afstandsbediening is echt het enige wat je nodig hebt wanneer je dit pak aan hebt. Let even niet op de slippers, ja, die zijn niet onderdeel van deze look. Hoort er niet bij. Hoewel het nog best wel edgy kan zijn. Oh ja, dan heb ik dus ook een hoed gehaald. En hij is nu een klein beetje gekreukeld. Dat is wel een beetje jammer. Maar in principe is dit een hele leuke ronde hoed. Oh, ik kan nu echt bramen gaan plukken in het bos. Echt zo'n brave meisje. Wel echt heel braaf deze. Dat is zo niet ik. Ik had de hele tijd over hoe ik bijna naakt naar een festival wil gaan. Maar goed. Oké, dan weer even iets heftigs. Gewoon omdat het kan. Namelijk weer een pakje gehaald. Het is namelijk dit topje. Wat een soort van leerlookje heeft. En daar zit dan dus ook dit riempje omheen. Oh, leren en riempjes. Het is altijd een beetje gevaarlijk. Maar goed. Daar hoort dan dus ook dit rokje bij. En die heeft nog een soort van splitje. Ja, hier zit een klein splitje. Gelukkig niet te heftig. Niet zo'n dijsplit. Maar daar zit ook zo'n riempje omheen. Ja. Oké, wat hebben we hier? Nee, wacht. Ik moet het anders verwoorden. Oelala, what have we got here? Ik ga niet voor je liegen. Ik vind dit gewoon weer best wel een gave outfit. Het is wel weer echt zoiets wat je absoluut niet aan kunt trekken naar je schoonmoeder. Dat ook maar een klein beetje van haar zoon houdt. Dan zal ze zich toch het minste afvragen of jij hem niet ergens gaat ophangen in de kamer. Dit is echt, dit is, ja, dit is oeh. Tegelijkertijd kunnen we het ook gewoon zien als een hele stoere outfit. Het rokje is verder ook niet te kort of zo. Er zit hier nog een splitje, maar die is echt heel erg degelijk als je met de rest van de outfit vergelijkt. Dan heb ik ook het tasje gehaald en deze is zo cute. Zo cute, zo cute, zo cute. Oh, wat schattig is dit tasje. Gaat mijn telefoon hier eigenlijk wel in? Wacht. Ja, dat gaat. Dat gaat echt net aan. Dan heb ik ook dit roze topje genomen. Welke ik echt wel heel erg leuk vind. Want hij heeft meerdere spannende details. Hij heeft namelijk zo'n open shoulder. Off shoulder, peak shoulders. Heeft hij ook nog wel een diep uitgesneden halslijn. Dus een decolleteetje. En dan deze fladdertjes of lekkere ruffles aan de mouwen. Ik vind hem helemaal leuk. Hola, señorita! Cha-cha-cha-cha-cha! Ik krijg oprecht zin om de cha-cha-cha eventjes te doen, man. Dat was niet de cha-cha-cha. Dat leek niet eens op de cha-cha-cha. Maar ik krijg echt... het hele woord cha-cha-cha zit gewoon in mijn hoofd als ik hier naar kijk. Heb je dat niet? Echt top voor de zomer. Het kleurtje vind ik ook wel echt heel erg leuk. Oh ja, ik heb nog een lekker pakkie. Deze zwarte top.
met sterretjes erop. Het zijn een soort van velvet sterretjes en de rest is dan dus mesh. Vind ik super gaaf hè, dit. Maar wacht, ik ben nog niet klaar. Kijk. Daar hoort dan dit broekje bij. Oh mijn god, het festivalseizoen. Ik hoop dat het nog voor eeuwig doorgaat. Ik vind het wel echt een hele vette outfit. Ik vind dit echt een hele gave outfit voor een festival. Heel leuk zo met die sterretjes, dat doorschijnen. Alleen wat dus eventjes jammer is, is dat deze hele outfit voor mij echt een klein beetje groot aanvoelt. Vooral de broek, die is hier een beetje wijd. Die ruimte heb ik niet nodig, ik heb geen BB. Hij is trouwens ook wel lekker lang. Dat vind ik echt heel mooi met een flare. Die moet gewoon door de grond komen. En als ik hier dikke zolen onderaan heb, dan gaat hij nog iets omhoog. Dus dan sleept hij tenminste niet over de grond. Dit is top. Dan heb ik ook deze snelle plannen gehaald. Hij is echt heel snel hoor. Dit is de Intercity. Nee. De Thalys. Kijk nou even hoe gestroomlijnd die is. Dan heb ik hier echt weer een topkleurtje. Oh my god. Nou, dat is deze blazer dress. Dit is dan ook wel echt weer bedoeld als een blazer jurk. Dus nee, ik ben niet vergeten mijn broek aan te trekken. Dit hoort gewoon zo. Het hoort gewoon met blote benen eronder. Lekker hakje erbij. Of misschien zelfs sneakers. Oh mijn god, ik vind deze kleur zo geweldig. Dit is ook echt een gave kleur voor op je nagels eigenlijk. Dit is toch geweldig. Kijk, ik kan dus nog deze band eromheen doen. Dan krijgt hij nog iets meer silhouet. Ik kan natuurlijk ook een eigen riempje eromheen doen. Dat zou dan weer meer mijn ding zijn. Ik heb trouwens nu sneakertjes eronder. Dat zou niet echt mijn manier zijn om het te dragen. Maar ik vind het eigenlijk nog best wel vet ook. Oh, deze was ik dus vergeten. Omdat ik hem als laatste in mijn mandje heb gepropt. Gewoon omdat ik dacht dat ik misschien wel nog een festival look nodig had. En dat is dit braletje. Waar een bijpassende rok bij zit. En die rok is niet zomaar een rok, jongens. Die rok is weer zo'n rok met een heel hoog uitgesneden split. Het topje is gewoon goed. Dat is een soort van bralet. Alhoewel ik had verwacht dat dit stukje nog wat langer zou zijn. Dat is het niet. Het laat echt best wel veel bloot. En het geldt dus ook voor deze rok met deze... Nou, ik heb denk ik nog nooit zo'n hoge split gehad in een rok. De split gaat zeg maar hoger dan mijn kruis. Snap je wat ik bedoel? Met andere woorden, de split zit gewoon, en de split zit eerlijk gezegd gewoon bijna rond mijn middel. En dat is ook wel het hele vette aan deze rok. Daardoor lijk je heel erg lang. En niet alleen lijk je heel erg lang, maar je benen komen er ook echt heel mooi in uit. Het is natuurlijk super sexy, maar ook gewoon heel erg stoer en gaaf. Een beetje rock chick-achtig. Dan heb ik hier tot slot nog een hele vette ketting. En dat is deze. Zij noemen dit een plunge necklace. Omdat die een soort van plons maakt. Een soort van plons in mijn décolleté. Ik vind dit zo vet, hè. Ik weet het, hij is echt heel erg aanwezig. Maar dat mag ook. Dat mag wel. Ik vind hem echt heel mooi. Dit wordt echt zo'n ketting die ik veel te vaak ga dragen. Dat je echt op een gegeven moment denkt van ja, maar er is, nu hebben we wel gezien. Doe gewoon even normaal, hou gewoon even op, kap daarmee. En dan ja, wil ik hem waarschijnlijk gewoon nog steeds aan. Oh mijn god, ik vind hem zo vet. Was dat alweer alles wat ik vandaag aan jullie wilde laten zien. Ik hoop dat jullie dit weer een hele leuke video vonden. En dat jullie wellicht ook geïnspireerd zijn. Mocht je nog meer inspiratie willen, check dan vooral op mijn Instagram account. Dat is @LarissaBruin. Ik vond het in ieder geval heel erg leuk om al mijn favorieten met jullie te delen. En natuurlijk ook het feit dat ik op de Boohoo homepage sta. Dus ik zou zeggen, neem vooral een kijkje. Alle linkjes staan in de beschrijving. Vergeet verder ook niet de kortingscode. Dat is dus Larissa. En daarmee krijg je 20% extra korting. In ieder geval heel erg leuk dat je hier naar hebt gekeken. Vergeet niet om je duimpje omhoog te doen. Leuke reactie achter te laten. En te abonneren op mijn kanaal als je dat nog niet had gedaan. Heel erg bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Doei. Weet je wat er wel is met zo'n outfit? Je moet natuurlijk altijd even kijken of je er wel ook echt lekker in kan bewegen. Weet je wel? Alles moet mogelijk zijn. We moeten kunnen squatten. We moeten kunnen werken. We moeten kunnen chillen. Ja, ik denk dat het wel gaat lukken.